wil jullie laten zien hoe je een etsplaatje prepareert. De materialen die je voor je moet hebben liggen zijn een etsplaatje, een zinkplaatje, een schetsplaatje om eronder te leggen, een varkensharen perceel, etsgrond, een ijzerfeil, brasso, dat is koperpoets om straks te polijsten, en papier om je handen mee schoon te maken. Voor het prepareren is het eerst noodzakelijk om te kijken wat de beste kant is om boven te hebben van je zinkplaatje. Ten eerste moet je kijken of waar de minste beschadiging op zit. En daarna moet je kijken wat de meest gladde kant is. Soms maakt het niet zoveel uit, maar soms zit er nog wel verschil in. In dit geval heb ik de indruk dat dit de goede kant is. Het beschermfolie hou je er eerst nog even op. Het eerste wat we nu gaan doen is de facetrand aanbrengen. Dat is een schuine rand aan de buitenkant. Dat heeft twee redenen. Als je straks af gaat drukken, dan ziet dat er mooi uit. Ten tweede gaat het papier wat je dan nat gaat maken, gaat minder snel scheuren. Je legt het zinkplaatje op de rand van de tafel. Je pakt de ijzerfeil. Je zet de ijzerfeil in een hoek van ongeveer 45 graden op de zinkplaat. En je gaat vervolgens op en neer en heen en weer ongeveer 3-4 minuten per kant, zodat er een schuine kant op de zinkplaat komt. Als je alle vier kanten hebt gefeild en er zit een mooie facetrand aan, dan ga je vervolgens de hoeken afronden. Daarvoor leg je de zinkplaat op de hoek van de tafel. Je houdt het zinkplaatje weer goed vast en je gaat met de ijzerfeil op deze manier de hoek afronden. Kijk uit dat je niet uitschiet en dat je daardoor krassen krijgt op de zinkplaat. Nadat je dit gedaan hebt, haal je de beschermfolie eraf. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. En onthoud goed wat de bovenkant is, want daar ga je nu mee verder. De bovenkant gaan we nu polijsten. We gaan hem zo glad mogelijk maken, zodat je straks ook een zo licht mogelijke afdruk kunt maken. Daarvoor gebruiken we brasso. Dat is een koperpoets. En daarmee kun je het plaatje heel mooi glimmend krijgen. Daarvoor is het nodig dat je een schetsplaatje eronder legt, omdat het nogal zwart afgeeft. Je kunt controleren of het plaatje goed is gepolijst door in het zinkplaatje te kijken. Wanneer je je wimpers erin kunt zien, dan is het plaatje goed gepolijst. De achterkant hoeft niet. Als je dit gedaan hebt, dan gaan we etsgrond aanbrengen. De etsgrond is noodzakelijk omdat later het plaatje in een zuurbad komt. En de etsgrond die houdt het zuur tegen. Je brengt de etsgrond aan met behulp van een schoon varkensharen kwastje.
En je moet proberen de etsgrond zo egaal mogelijk te verdelen over het plaatje. En je begint eerst met de achterkant. Zorg er hier ook weer voor dat je een schetsplaatje eronder hebt liggen. Maar als je straks de voorkant doet, moet je ervoor zorgen dat de etsgrond gelijkmatig verdeeld is en dat er geen dikke plekken terug te vinden zijn. Want daar blijft de etsnaald achter hangen en dan tekent het niet fijn. De kwast die maak je daarna schoon met terpentine. Je noteert je naam op het plaatje. En dit moet 24 uur drogen, zodat je de volgende dag de andere kant kunt doen.